Met mijn rolkoffertje loop ik over de oprijlaan op zoek naar de ingang van het enorme klooster waar ik de komende dagen zal doorbrengen. Om met mede-artiest Meinder Talma een paar dagen onder te dompelen in het leven met de broeders, met broeder Jan, Domenicus, broeder Wiebe, Chris, Jozef en Anneke, leke Dominicaner om precies te zijn. Songs for Mary. Een van de broeders vertelt me later over mariaal bezig zijn. Hij spreekt over Maria als een gesloten hof binnenin, je innerlijke abdij. Ik ken die plek, denk ik. Die plek diep van binnen waar niemand bij kan, waar de tijd stilstaat, waar je alleen kan zijn en van waar je de verbinding met de wereld misschien wel het sterkst ervaart. En de opdracht was eigenlijk ons vooral 3 dagen te laten onderdompelen in het leven hier met de broeders, maar ook kijken of we ook een soort uitdaging of we samen iets kunnen maken uit twee hele verschillende werelden. Ja. Ik ben eigenlijk verbaasd hoe rap dat. Ja. Het had ook niet kunnen lukken. We moeten even goed oefenen, maar het gaat wel heel snel inderdaad. En het moet ook heel snel, want er is weinig tijd. Er zit een soort stilte in dat gebed. Dat heb ik ook als uitgangspunt genomen voor de tekst. Dat ik dacht, ja, weet je wel, we willen eigenlijk altijd een beetje beginnen vanuit een stilte. Maar vaak is er heel veel chaos en heel veel lawaai en kinderen en dit en dat en eisende dingen. En ik vind het wel echt een zegen om gewoon even dit te mogen meemaken, even een paar dagen mee te lopen. Jullie zijn ook die paar dagen hier met Maria bezig geweest en met dat oermoederverhaal van Maria. Ja. Wat is je daarvan bijgebleven? Ja, ik ben van gereformeerde kom af en daar is Maria natuurlijk, die heeft een kleinere rol dan in de katholieke wereld. Maar voor mij blijft het ook een beetje een soort mystieke figuur. Er werd op een gegeven moment tijdens het avondeten, geloof ik, ook de vraag gesteld, tegen het middageten, van wie ben jij in dat verhaal? En dat is natuurlijk iets wat je constant af kan vragen, maar ook hier heel erg en ook in het verhaal met Maria. En? Nou, kijk, ik dacht al meteen, ik raakte ook in een boeiend gesprek, omdat ik dacht van waar heb ik nou Maria het meest gezien in mijn leven? Nou ja, als artiest of als schrijver, dat ik heel erg, ik haal mijn kracht uit een creatieve bron. En dat is ook niet altijd te verklaren. En heeft die bron voor jou iets met God te maken? Nou, ik zou het nooit zo noemen. Hmm. Nee, maar dat komt omdat ik er ook niet mee opgegroeid ben. Maar je herkent iets. Ik vraag het omdat je blijkbaar wel iets herkent in die verhalen over verinnerlijking, maagdelijkheid of openstellen die je hier hoort. Ja, nou, het is me heel erg duidelijk geworden hier hoe dat bijvoorbeeld binnen het geloof of buiten het geloof benoemd wordt. Mm-hmm. En dat daar soms maar een heel klein bandje tussen zit. Ja, ja. En die herkenning die heb je teruggegeven in deze beelden. Ja, ja. Ja. En tegelijkertijd, wat ik merkte ook, dat ik die stilte tussen de dingen zo mooi vond hier, ook tussen dat gebed. De eerste keer wist ik niet dat wij dan gewoon 3 minuten stil gingen zijn. Maar toen dacht ik, oh ja, dat is de adem of zo, weet je wel. Heel veel woorden, heel veel zang. Vooral als je het niet kent, is het allemaal nieuw, weet je. Dan denk je, jeetje, wat. Hè, ik ben natuurlijk heel erg, let ik op de woorden. En dacht ik, wauw, er zitten heel veel woorden in die je normaal in het dagelijks leven niet meer gebruikt. Ja. Maar toen werd het stil en toen werd het duidelijker. En dan heb je een soort, dan is er adem of zo. Ja. En dan dacht ik, misschien zit hier wel het gebed. Ja. Want anders ben je bezig en hier niet. En daar zit het gebed, in die stilte. Ja.
daar gebeurt het of zo. Ja. Ja. Het gebed zit in de stilte, in de ruimte ertussen. Het gebed zit in de binnenkant, binnenin je eigen Maria. Nuestra Signora van ons allemaal. Als een gospel zonder einde in het gebed van de begin schenken we onszelf Maria. We moeders worden, kinderen blijven, vluchten, dromen, vinden, schuilen en aankomen Maria. Tussen de regels van ons verhaal vinden we Maria, Maria. Als een gospel zonder einde in het gebed van het begin schenken we onszelf Maria. De wereld redden in de palm van onze handen, het vuur groots laten branden, Maria. Tussen de regels van ons verhaal vinden we jou, Maria, Maria, Maria. We onze vingers laten rusten op het toetsen van een soundtrack van het leven te kunnen spelen, Maria. We de huid van geliefden willen omslaan als mantels tegen sombere melodieën, Maria, Maria. Maria. Terwijl we baren voeden, noemen hete rouwen, herdenken, vergeven en vergeten, Maria. Terwijl we zoeken naar het land waar de grond als een schoot, als een thuis, als een huis, Maria, Maria, Maria. We moeders worden kinderen, blijven vluchten, dromen, we zoeken schuilen, kwijtraken en aankomen, Maria. Terwijl we baren, voeden, noemen, heten, rouwen, herdenken, vergeven en vergeten. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria. Terwijl we baren, voeden, noemen, heten, rouwen, herdenken, vergeven en vergeten. Maria. We moeders worden, kinderen blijven vluchten, dromen, vinden, schuilen en aankomen. Maria. Maria. Moeders worden, kinderen blijven vluchten, dromen, vinden, schuilen, aankomen. Het gebed zit in de stilte. Je hebt iets met fietsen. Je hebt ook een heel aantal liedjes gemaakt over fietsen. Ja, dat is niet dat ik zozeer... Dat is automatisch een beetje in mijn oeuvre... Ja, dat het is ontstaan en was ik heel sterk bij dat verhaal van Jozef, dat hij ja, tijdens het fietsen dat hij toch een soort proces meemaakt dat hij het dichtst bij God komt. Dan weer wordt verrast van hoe mooi de natuur is en hoe bijzonder en dat kun je soms als mens dan toch weer dat het geloof wordt versterkt daardoor. Dus hij ruist. Hij reist door de wereld, maar hij reist ook naar binnen. Ja. Laat maar eens horen waar je mee uit bent gekomen. Hoe noem je het lied? Hij heet nu nog gewoon Jozef Essing. Aha. Biking is my blessing. De ontmoeting met God vindt niet plaats in een viering. In het gewone leven bij mijn vader, tijdens het fietsen. Het gaat erom woord te zijn in mijn leven als Dominicaan met lijf, leden en zintuigen, met alles erop en eraan. Ik ben nu 85. Een leidersbroeder, een solitair bestaan. En als ik gezond blijf, zal ik op de fiets blijven gaan. De hele dag pedaleren in Gods openluchtkerk. Zijn aanwezigheid voel ik dan heel erg sterk. Fietsen naar Lourdes waar veel pelgrims kwetsbaar zijn. Alle maskers vallen af en dan is God heel dichtbij.
Geloof is als onkruid, het vindt zijn weg via de achterdeur. We gaan er niet over, het gaat ongemerkt, het gebeurt. De schuifdeuren waardoor ik hier naar binnen ben gekomen, een paar dagen geleden, zijn als twee open armen, welkom en gastvrij. De deuren die toegang geven tot een plek waar moeiteloos een bord werd bijgezet, een stoel werd aangeschoven en ik 3 dagen lang van buik tot ziel ben gevoed en een beetje verliefd geworden op Maria. Bij elke steen die wordt geworpen, denk ik aan moeders. Bij elke auto die in brand wordt gestoken, denk ik aan moeders. Bij elke vuurwerkbom, denk ik aan moeders. Ik zie vrouwen in bedden, op krukjes. Ik hoor ze zuchten en steunen, puffen en persen. Ik hoor oerkreten, gekrijs. Ik denk aan moeders. Ik denk aan moeders en de zonen die ze baren. Ik zie ze dromen boven fontanellen tijdens het voeden. Ik zie ze dromen over de dromen van hun zonen. Hoe ze hun in de wereld zullen bewegen. Ik denk aan moeders, hoe ze hun zonen aan de wereld zullen schenken. Hoe ze hun eerste hapjes, stapjes, tandjes, zijwieltjes, zwemdiploma's, kapotte knietjes, voetballen op pleintjes. Kom je eten. Denk aan moeders die de straat op gaan, hun zonen roepen, hun handen uitstrekken, hun zonen zoeken. Moeders die de zonen in de armen nemen, uit hun handen wrikken ze wapens en stenen. Ik denk aan moeders die vechten voor hun zonen, ik denk aan moeders die hun zonen niet kunnen vinden. Ik denk aan moeders die de straat op gaan, hun zonen roepen, hun handen uitstrekken, hun zonen zoeken. Ik denk aan moeders die denken aan zonen die misschien wel het hardst vechten. Tegen de moeders die in de ochtend het glas opvegen, de fietsen rechtzetten. Ik denk aan moeders die het puin ruimen, de slachtoffers troosten. Ik denk aan de moeders van die zonen en soms dochters. Ik denk aan moeders die zonen baren, die zonen dromen en zonen mooie levenswensen en alle liefde van de wereld gunnen. Ik denk aan de ogen van die moeders, op zoek naar de ogen van die zonen. Was het leuk op school, op werk, waar ga je naartoe en hoe laat ben je weer terug? Denk aan moeders die de straat op gaan, hun zonen roepen, hun handen uitstrekken, hun zonen zoeken. Moeders die de zonen in hun armen nemen, uit hun handen wrikken ze wapens en stenen. Ik denk aan moeders die vechten voor hun zonen, ik denk aan moeders die hun zonen niet kunnen vinden. Ik denk aan moeders die de straat op gaan, hun zonen roepen, hun handen uitstrekken, hun zonen zoeken. Ik zie moeders slapen naast hun pasgeboren zonen. Ik denk aan de slaapliedjes die ze verzinnen en zingen. Hoe ze zich voor altijd de geur van hun hoofdhuidjes herinneren. Hoe voor altijd de mollige voetjes in het geheugen van de huid van hun handen zijn opgeslagen. Ik denk aan moeders, bij elke steen die door de lucht vliegt, denk ik aan moeders die met gespitste oren in bed liggen. Waar was je gisteravond? Moeders die de straat op gaan, hun zonen roepen, hun handen uitstrekken, hun zonen zoeken. Moeders die de zonen in hun armen nemen, uit hun handen wrikken ze wapens en stenen. Ik denk aan moeders die vechten voor hun zonen, ik denk aan moeders die hun zonen niet kunnen vinden. Ik denk aan moeders die de straat op gaan, hun zonen roepen, hun handen uitstrekken, hun zonen zoeken.